Ja, dan gaan we, want we hebben nu iemand aan de telefoon en dat hebben we beloofd dat we dat zouden doen. Alleen nou is het even de vraag of het technisch allemaal voor elkaar is. Misschien even... Wie krijgen we aan de telefoon? Even een plaatje draaien. Nee, maar volgens mij is ze er al wel. Hè? Is ze er al? Hallo, goedemorgen. Nee, dat is ze niet. Waarschijnlijk niet. We gaan nog eventjes bellen. Doen we even een plaatje. En dan gaan wij zo direct nog even met de Nijmegen Angel bellen. Dit is Karen Young. Muziek in 1978. Dit is de Hot Shot. Wat een lekkere muziek uit 1978. Lang geleden hoorde je uit lang geleden. Dus Karen Young en de Hot Shot. We hebben ook een hotshot aan de lijn als het goed is. Ja, als het goed is wel. We gaan even de lijn openzetten en vragen of er iemand aan de lijn is. Goedemiddag, goede ochtend. Ja, goedemorgen. Kijk, we hebben contact. We waren heel eventjes bezorgd of het allemaal zou lukken. Maar we hebben haar aan de lijn. De Nijmegen Angel, de eerste die bekendgemaakt is. Marit, dat klopt hè? Dat klopt, gisteren bekendgemaakt. Ja, en er stond een filmpje op Facebook. Ik werd daar verder niet heel veel wijzer van. Dus brand maar los. Wat ga jij nu doen als eerste onthulde angel? Nou ja, in het filmpje is te zien dat ik op mijn fiets aankom op de eerste locatie. Wat ik kan zeggen daarover is dat het in de buitenlucht is. Okay. En dat ik daar heel actief bezig ben geweest op verschillende fronten eigenlijk. Dus jij bent buiten bezig en jullie zijn dus jij bent dus eigenlijk in je eentje gestart... Klopt dat? Ja. Dus de andere angels die komen er in de loop van de week bij? Of in de loop van de volgende weken? We gaan eigenlijk per angel naar verschillende organisaties. Dus iedereen heeft eigenlijk een organisatie. Oké, okay, dus jullie pakken er eigenlijk drie tegelijkertijd? Nee, het is per aflevering één organisatie en één angel eigenlijk die op pad gaat. Oké, dus jij bent nu bezig in de buitenlucht... Ja. Voor een organisatie die in de buitenlucht dan waarschijnlijk actief is. Kun je daar iets over vertellen? Kun je daar iets over onthullen voor ons al? Nou, misschien heb ik nu al te veel gezegd dat het in de buitenlucht is. Maar dat is eigenlijk het tipje van de sluier dat ik dan kan geven. Wellicht dat er via Facebook al en Twitter als het in de gaten gehouden wordt wat meer van... Waar kunnen de mensen jullie vinden op Twitter en Facebook? We hebben echt een Facebook-account, Nijmegen Angels. Dat is Nijmegen 1, hè? Dat is cijfer 1 en dan GELS. Ja, Nijmegen Angels inderdaad. Ja, oké. Okay. En dan ben ik zelf niet zo heel actief op Twitter, dus dan moet ik hem er even bij pakken. We hebben inderdaad een Twitter-account. En dus een Nijmegen Angels-account. Oké. Okay. En dan ben ik even... Het is wel heel erg dat ik hem nou zelf moet opzoeken wat de Twitter-account... Dat maakt niet uit. Wij zetten straks al op Facebook. Maar vertel eens, wat zijn die Nijmegen Angels? Precies. Vorige week wel, hebben we daar al een gesprekje over gehad. Maar even voor de luisteraars die dat niet hebben meegekregen vorige week. Wat is dat Nijmegen Angels? Ja, precies. Het programma wat we gaan doen eigenlijk. Ja, precies. Ja, we zijn met drie verschillende angels. Het is eigenlijk een beetje gebaseerd op echte Charlie's Angels. Dus echt we worden echt op een missie gestuurd, als het ware. Ja, het komt echt over zo van jullie zijn echt drie uit de hemel gevallen angels. Prachtige Nijmeegse dames die dan een opdrachtgever hebben die eigenlijk... Jullie krijgen gewoon instructies, hè? Ja, we krijgen inderdaad instructies. We hebben ook echt een soort hoofdkwartier waar we naartoe gaan, waar we op worden en waar we te horen krijgen waar we die week naartoe gaan. En een hoofdkwartier hebben jullie al gevonden? Ja, dat was nog een beetje een gedoe, want we hadden een hoofdkwartier wat helaas failliet is gegaan en waar we al verschillende opnames gefilmd hadden. En toch voor de laatste opnames niet meer terecht konden. Uh-huh. Dus inmiddels is er een nieuw hoofdkwartier gevonden waar we het resterende beeldmateriaal kunnen schieten. Dus dat is hartstikke fijn. Oké. En dat is natuurlijk ook een geheime plek dan, hè? Maar jullie zijn een N1 TV. Ja, jammer, want anders was John er meteen eventjes langs gaan kijken. Maar jullie, en misschien ik ook wel zelfs. Jullie komen dus op N1 TV straks. Ja, klopt. En wanneer zijn die uitzendingen eigenlijk? Het is volgens mij gepland om dat medio november te gaan uitzenden. Het was natuurlijk even de vraag of dat mogelijk was, omdat we even zonder hoofdkwartier zaten. Dus vanaf half november zijn jullie te bewonderen op N1 TV. Dat klopt. En dat kun je tegenwoordig ook buiten Nijmegen, zag ik. Want er is op de website staat een streamknop, ook voor de tv. Precies. Op dit moment. Ja, hartstikke leuk. Ja, ik ga kijken in ieder geval.
Nou, dat vind ik leuk om te horen. Dus ik hou even de aankondigingen op de N1 Facebookpagina en op de website N1 ook in de gaten. Want daar staat ja. op wanneer precies de uitzendingen zijn. Ik wens jou alvast heel veel succes. En wij zijn benieuwd naar de volgende dames die wij ook gaan bellen. Ja, die zullen gedurende de week zullen die wel bekendgemaakt worden. Ja, dus, precies. Dat gaat wel gebeuren. Wij willen graag alle drie de Angels een keer in onze uitzending gehad hebben. Dus we houden jullie in de gaten en we houden contact. Oké, helemaal goed. Veel succes ermee. Veel succes. Dankjewel. Oké, bedankt. Doeg. Goed, Nijmegen 1, je luistert naar Conderuut. En tussen 12 en 2, de stem van de stad. En de stem van de stad is Frans Lager. Goedemorgen, ja. Frans.